Goedenavond, beste kijkers. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Waar zit ik erbij? We staan hier midden in het bos, op het ijs. Het is koud en dat kan maar één ding betekenen. Naast mij staat hier een bestuurslid van de volgende vereniging. En dat is Henk Mensink. En ik wil eens vragen, Henk, waar zit ik erbij? Van schaatsvereniging De Vennen. Dat kon het niet anders zijn. Dat kon niet anders, nee. Het is nu natuurijs en dan schaatsen we op natuurijs. Ja. En normaal wordt er geschaatst? Normaal schaatsen we in Eindhoven. Dit jaar voor het laatst. Volgend jaar gaat de baan open in Tilburg. Maar op zaterdagmiddag met 60 jeugdschaatsers die je hier achter ziet schaatsen. Een deel ervan. Een deel zit bij de wedstrijdploeg op dit moment die op trainingskamp is. En we schaatsen tussen 4 en 5 op de zaterdagmiddag in Eindhoven. En je zegt hier 60 mensen of 60 jeugdleden? Ja, 60 jeugdleden, een stuk of 15 volwassen leden. En ieder jaar hebben we er tussen de 60, 70 en nu krijgen we er misschien weer meer. Omdat er nu, het is nu natuurreis, hè, dus dat trekt wel weer aan. Ja. Ja. En naar welke aanleiding is het eigenlijk ontstaan? Of wie heeft de club eigenlijk opgericht? Ja, de club is ontstaan in Moergestel. En daar staat John. Misschien is het wel leuk om John erbij te vragen, want John is een Venneman van het eerste uur. Nou, dat zullen we Hé, hey John, kom er eens even bij. John is nog druk foto's aan het maken. Ja. Hoi. John, ja. De oorsprong van de Vennen, want jij bent erbij betrokken geweest, hè? Ja, niet helemaal van het eerste begin, maar na de twee natuurijswinters van 85, 86. Hebben we Rico Salvetti en Jan van der Wiel hebben het initiatief genomen om een natuurijsvereniging op te richten. En toen hebben ze in de zaal van Café de Klaren hebben ze een aantal mensen bij elkaar geroepen. En daar was ik ook bij. Ja. Samen met nog een aantal anderen, waarvan Mathieu Bruurs, Jan van der Wiel was initiatiefnemer, chef van de Meidenberg, Leo Faas, Wim Verhoeven. Maar die zitten er allemaal nog bij, hè? Tenminste, de meeste wel, hè? Ja, de meeste wel, ja. Dus het is nog een grote club van het eerste uur, ja. En dat wil ik wel zeggen dat het een leuke club is, want anders blijven we allemaal niet zo lang bij elkaar, hè? De chef van de Meidenberg is vandaag mee met de wedstrijdploeg. Die geeft training in Alkmaar. En John die is in de algemene ledenvergadering van oktober dit jaar benoemd tot erelid. Die is 20 jaar bestuurslid geweest. Waarvan volgens mij 20 jaar secretaris. Ja, 21 zelfs. 21 jaar. Ja. Ja. En is nu een van de weinige ereleden. Chef van de Meidenberg is ook erelid. En Jan van der Wiel. En dan bijna Jos van der Wiel, die afgelopen jaar overleden. Ja. Nou, hartstikke leuk joh. Bedankt in ieder geval. Oké. Ik ga weer foto's maken. Ja. Bij mij staat hier nou Ad Haans. En Ad, jij bent trainer, jeugdtrainer. Ja, een van de jeugdtrainers. En jij gaat iedere week... Ga jij mee met de mannen op pad en in Eindhoven de jeugd trainen, hè? Ja, elke zaterdag. Elke zaterdagmiddag, ja. Maar hoe gaat zo'n training in zijn werk? Want vanaf welke leeftijd kunnen ze erbij komen en hoe gaat het een beetje in zijn werk? Ze mogen erbij vanaf 6 jaar en dat gaat door tot een jaar of 13. En op het moment dat ze ouder worden, dan kunnen ze ook nog verder gaan met lessen op de 400 meter baan. Daar zijn we ook met volwassenen bezig. We kijken op de eerste les wat kinderen kunnen en sommigen zijn daar al aardig goed in, hebben geskielerd of hebben op skates rondgereden en hebben daar talent voor. En we maken eigenlijk in eerste instantie een niveauindeling om te kijken van dat we ongeveer gelijkwaardige groepen hebben. En daarbij kijken we ook een beetje naar vriendjes en vriendinnetjes die dat bij elkaar horen, want als je dat uit elkaar haalt gaat het niet goed. Nee, dat is niet leuk, hè? Schaatsen moet vooral lol zijn natuurlijk. Ja, ja. En ik hoorde net al dat er eentje nu bij de vader van Johnny Romme aan het trainen is al. Twee zijn erbij. Twee zelfs? Ja. Dus er zitten goede kandidaten tussen dan. Die zouden nog wel eens nationaal niveau kunnen gaan halen, ja. Daar zou ik niet van staan te kijken als dat gebeurt. Het zou wel een eer voor de trainer zijn natuurlijk, hè? Dat zou een hele grote eer voor de trainer zijn, ja. Ja, leuk. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Dus we gaan kijken wat de kinderen ervan maken. Graag gedaan. Leuk, ja. Dag. Nou, gisteren zijn er hier wedstrijden gereden en jullie hebben alle drie gewonnen. En hoe heet jij? Hoe is jouw naam? Julia Wechten. Marijn van Es. Joosje Meer. En in welke categorie ben jij eerst eens geworden? 7 en 8. En jij? 9 en 10. 11 en 12. Kijk eens aan. En jullie moesten zo hard als kan 100 meter schaatsen? Ja. Ja. Oké, en deed je er heel veel kinderen mee? Ja, bij ligt eraan. Bij categorie tot en met 6
Er was er maar eentje. En 7, 8 waren, was er een kwart lijst. En 9 en 10 waren twee lijsten. En bij 11, 12 was één lijst. Oké, en één of twee lijsten? Dan deed je verschillende groepen? Ja, in categorie lijsten. Ja, ja. En daar was jij winnaar van geworden dan? Ja. Zo, knap man. Hey, maar jij bent er 2 jaar geleden bij erbij gegaan. Hoe komt het dat je bij het schaatsen bent gegaan eigenlijk? Nou, we zijn bij school zijn we gaan schaatsen in Oosterwijk. Daar op de, ja, ik weet niet hoe dat heet. Oh, die buitenbaan die bij de kerstjes altijd is. Ja, ja. En dat vond ik heel erg leuk. En iedereen die deed ook wel mee en zo allemaal schaatsen. En dat kon ik goed, dus toen wou ik gewoon gaan schaatsen. Oké, en toen bleek dat er in Moergestel een schaatsclub was. Daar had je zoiets van, daar gaan we eens bij. En ga nou iedere zaterdagmiddag mee naar Eindhoven. Ja. En net zo de kegelen wat jullie net gedaan hebben. Vind je dat niet eng? Nee, maar ik heb niet meegedaan. Oh, dat had je niet meegedaan. Dat hoeft dan niet per se. Als je dat niet durft, hoef je niet mee te doen. Dat kegel is, als ze niet willen vallen, dan moeten ze even een spelletje verzinnen dat ze dan wel gaan vallen. Oh, dus om te oefenen dat je als je valt, dat je dan goed valt. Ja. Okay. Nou jongens, hartstikke bedankt. Ga nog maar lekker gauw een rondje schaatsen, want anders wordt het hartstikke koud hier. Ja. Nou, leuk. En proficiat met jullie overwinning in ieder geval. Dankjewel. Oké. Okay. Doei. Doei. Nou, ik vond het wel spectaculair uitzien. Ze vlogen alle kanten op in ieder geval. Dat kun je wel heel goed, hè? Ja. Ja. Zit je al lang bij de vennen? Ja. Hoe lang? Ja. Een jaar ongeveer? En heb je ook al een diploma gehaald? Ja. Ja? En jullie hier? Hebben jullie hier ook al diploma's? Ja. Ja? Ja? Oh, wacht. Hebben jullie al diploma's gehaald? Ja. Ja. En zitten jullie allemaal in dezelfde groep of niet? Nee. Nee, we zijn eentje hoger. Jullie eentje hoger en jullie wel bij elkaar. Zijn jullie broertjes of vriendjes? Tweeling. Een tweeling nog wel? Kijk eens aan. En jullie zijn onze neef. En zijn neefjes. En jullie kunnen allebei even goed schaatsen of niet? Ja. Ja? En hoeveel diploma's hebben jullie al? Twee. Twee al? Drie. Zo. En jullie gaan er nog wel mee door dan? Dat is wel leuk. Hij stopt er volgens mij mee als hij klaar is. Oké. En dan gaat hij voetballen en ik ga gewoon door. Ja, je gaat gewoon door. En wat vind je altijd het moeilijkste om te doen op de les? Eigenlijk niks. Schaatsen is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Nou, volgens mij niet, maar voor een paar kinderen wel. Oké. En je vindt het nou ook wel leuk om hier buiten te kunnen schaatsen, denk ik, of niet? Ja. Oh. En, want dat hadden jullie denk ik nog nooit gedaan, of wel, hier buiten zo? Ja, jawel. Toch wel één keertje? Bij de vorig jaar. Oké, maar toen was het maar heel kort, hè? Ja. Toen kon je maar heel kort even schaatsen en daarna niet meer, hè? Nu niet. En nou is het wel heel leuk. En wie weet, volgende week wel op het grote kolkven, hè? Ja. Dat zou wel leuk zijn. Ja. Nou. Volgens mij zijn we ik en Joel wel geweest. Oké. Nou, laat maar eens even zien hoe goed jullie kunnen schaatsen. Oké, jongens. Doei. Nou, schaatsen, eindje op. Nou, het is zoetjes koud aan het worden en donker. Maar iedereen die gaat nog volop verder, want niemand wil stoppen met schaatsen. De schaatsvereniging is echt een hele leuke club en de les ook. Dat is echt heel erg leuk voor de kinderen. Dus mocht je interesse hebben om er nog bij te gaan, dan kan dat. Want kijk even op de website. Daarop staat alle informatie. In ieder geval, hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende keer maar weer.